basis van kaart. Ik ben zo'n vriend van Paul de Hille. Ah, dat was leuk. Ja, dat was een kamer. Ja. Zo gemotiveerd. Ja. Ze hebben me niet onder druk, hè. Of je hebt nog een minuutje, maar ik denk dat het nooit kwaad komt om alvast te beginnen. Leuk dat jullie in grote getale hier zitten. Vorig jaar was dat ook, toen sprak ik hier voor het eerst en toen dacht ik, nou dat ga ik nooit meer herhalen. Regressie naar het gemiddelde heet dat van mij wel eens. Maar het is heel druk, hartstikke leuk. Wees vooral niet bezwaard om op de grond te zitten. Ik vind het een eer, dus als mensen op de grond zitten, als ze naar je willen komen luisteren. Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Mark van der Veen. Ik ben lichaam en onderwijs in Rotterdam. Het spijt me dat u dat af en toe een klein beetje hoort. Maar ik zit niet op de plugger nog, maar mocht u dat nodig hebben. Ja. Ik ben ook bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland. Een vereniging die zich bezighoudt met onderwijskwaliteit. Na de PABO ben ik verder gaan studeren. Heb ik onderwijswetenschappen gestudeerd. En mijn thesis, mijn afstudeer, ging over motivatie. En zodoende was ik heel gemotiveerd om dat ook vandaag hier te komen vertellen. En kennis delen vind ik enorm belangrijk. Het werd net al genoemd bij de academische basisonderwijspresentatie. Dat die brug tussen wetenschap en onderwijs, ik vond het enorm belangrijk om die te slaan. En dus dat is voor mij ook een belangrijke motivatie om hier te zijn. Voor degenen die Twitter hebben, dat is mijn naam, Twitter. Nou, ik ga even in op de actuele situatie rond motivatie. En motivatie in de wetenschap komt er voorbij. En dan ook de discussie die daar eigenlijk is. En ik kom uiteindelijk ook nog met een slotsom. Want motivatie is echt een enorm groot onderwerp. En ik zou daar hier 4 over kunnen vertellen in plaats van 40 minuten. Maar ik denk dat de motivatie dan bij u wel eens een beetje weg is gezongen. En ik hoop in ieder geval dat u weggaat met handvatten met betrekking tot motivatie voor uzelf. Dan wel in de groep. In ieder geval denk voor de discussie rondom motivatie. Ook de wetenschappelijke discussie daaromheen. Want motivatie is een... een actueel iets. Hè. Je ziet het vaak terug ook in het nieuws. Hè. Dit bericht komt uit 2014. Dat de motivatie van de Nederlandse leerlingen achterblijven. Deze zin die komt uit de staat van het onderwijs van 2016. De motivatie van leerlingen om te leren blijft achter. En vervolgens kwam het NRF, de OESO. Kwam ook nog met een onderzoek over het Nederlands onderwijs in 2016. En ook daarin werd de motivatie van leerlingen weer eens even flink op de kaart gezet. Want bijvoorbeeld 50% van de Nederlandse leerlingen zou geen boeken meer willen lezen. En heel toevallig was dat van de week ook weer op het journaal. En ook rondom die hele curriculumvernieuwing speelt die motivatiediscussie. Er was een vergadering in de Tweede Kamer toen. En er kwamen toen ook verschillende wetenschappers en experts die over motivatie kwamen. Of die over een curriculum vernieuwing kwamen praten en toen viel het mij gewoon op, want ik zat dat te kijken allemaal. Mijn vrouw vroeg nog heel toepasselijk, waar hou je de motivatie vandaan om naar te kijken? En ik wou haar weer vragen, waar hou jij de motivatie vandaan om mij die vraag te stellen? Maar mijn antwoord was, pst, ik wil het volgen. En het viel mij wel op, hoe vaak motivatie daar dus werd aan neergezet. Het kwam heel vaak toch in die discussie. Dat ik denk van ja, maar is dat dan het grote probleem waarom wij ons curriculum zouden moeten vernieuwen? Is motivatie dan het probleem? En goed, dat antwoord is discutabel. Dat kan ik hier niet zo stellen. Maar het viel gewoon op. Want we willen leerlingen steeds meer betrekken. Hè? Dat hoor je heel vaak. Ja, of dat nou zo'n goed idee. Ik kwam deze tegen. Ik wilde hem hier gewoon niet onthouden. Een stukje van Dirk Jan. Laten we de leerlingen nalaten. We betrekken ze erbij. Ja, ik hoop dat de leerlingen dan gemotiveerd zijn dat u tegen dat soort namen aanloopt. Het geeft ons een beetje het gevoel dat vroeger alles beter was met die motivatie.
Telegraaf van 1980, wel grappig. Motivatie leerlingen, gaat naar de brugklos, gaat tot berg afwaarts. Niet het enige bericht wat ik gevonden heb, deze komt uit 1973. En het grappige is, die docenten, die kregen in dat stukje ook de schuld van, ja, als die docenten nou eens gemotiveerd zouden zijn, dan zouden die leerlingen, denk ik, heel herkenbaar. Weet je, tegenwoordig de dag, hoor je, dus op scholen moeten ze meer om de leerlingen. En dan doe ik meestal gewoon ook dit. Nou, dus, motivatie is lastig, altijd lastig geweest. En mijn verwachting is dat het komende, in ieder geval, decennia vast wel lastig zal blijven, waarschijnlijk altijd. Want waarom is het nou zo lastig? Nou, ik heb daar gewoon de twee boeken voor gewoon even neergezet. Er zullen wel meer boeken zijn die daarop ingaan. Maar Daniel Willingham gaat er in zijn boek nog op in 2016, Why Don't Students Like School? En dat is ook gelijk het eerste hoofdstuk, die vraag. En dan geeft ook in dat eerste hoofdstuk gelijk het antwoord op mensen van nieuwsgierig zijn, maar van nature geen goede denkers. Tenzij de cognitieve condities op zich, en dat is eigenlijk dus waar het dus om zou moeten gaan, in orde zijn. En anders mijden we het denken. Hij is niet de enige die dat probeert, Daniel Kahneman. En ook een onderzoek die ook de Nobelprijs won in de psychologie. Die geeft dat ook aan, van wel overwogen denken, dat kost gewoon energie. He, of je nou een kantoorbaan heeft of je werkt in de bouw, bij wijze van spreken, aan het eind van de dag bent u moe. Het is niet omdat u achter uw bureaustoel minder aan het bewegen was, dat u aan het einde van de dag nog steeds energie over heeft. U bent heel de dag aan het denken, het kost gewoon inspanning. En dat we dat dus mijden, dat is dus niet omdat we allemaal naïef lui zijn. Het is niet te doen om heel de dag, met alles wat we tegenkomen, dat heel wel overwogen te bekijken van, en dat is voor leerlingen ook, hè, die pikken eruit datgene wat zij de moeite waard vinden om over na te denken. Dus eigenlijk, als je dat hoort, dan zeg je, ja, die motivatie moeten we natuurlijk op een goede manier stimuleren. De docenten willen vaak iets anders. We zijn eigenlijk heel de dag chefkoek aan het spelen. We zijn met allemaal ingrediënten bezig om de leerlingen een lekkere maaltijd voor te schotelen. En dan hebben ze een goede maaltijd gegeven. En dan denken we dag twee, kom, dat gaan we nog een keertje geven. En dan zeggen ze, nee, ik wil niet anders. Ik heb dit gisteren al gegeten, niet iedere dag hetzelfde. En dan ga je de keuken weer in. En dan gaan we weer allemaal ingrediënten zoeken die erbij horen. Ik vind het niet goed om even te zeggen. Welke ingrediënten dat dan zijn, hè? De wetenschap gaat er wel degelijk op in. En ik geef nu een greep uit het aantal wetenschappelijke modellen. Want als ik ze hier allemaal zou laten zien, dan zouden we dus inderdaad 4 uur bezig zijn. Ik ga ze ook niet allemaal heel uitgebreid behandelen. Ik kan altijd nog later eventueel terugkomen. Maar dit bijvoorbeeld is een motivatiemodel van Keller, komt uit 1984. En die geeft eigenlijk 4 ingrediënten. Attention, hè, de betrokkenheid, hè, de attentie, de relevantie. Het komt voor degene die het oude dingen kunnen volgen, komt ook achteraf, kunt u zich downloaden. Confidence, hè, vertrouwen en satisfaction, oftewel voldoening. Dus de betrokkenheid, de relevantie, van we moeten wel nuttig van inzien. De confidence, hè, het vertrouwen dat we dat kunnen. En vervolgens de satisfaction, oftewel, we hebben wat geleerd. Nou, er zijn meer motivatiemodellen. Het is de flow theory, van iemand waarvan ik altijd heel veel gehoord heb om zijn naam uit te spreken, maar sorry dat ik dat even niet. En die geeft eigenlijk 2 ingrediënten waarmee leerlingen in een flow moeten komen. En de competentie, hè? En competentie, dus het gevoel dat je de taak kan verbrengen. Dat kunnen we eigenlijk ook met dat vertrouwen net van Keller misschien wel koppelen. En de mate van uitdaging. Als het kan er weer te hoog zijn, hè, de uitdaging. Maar is een van die 2 niet in orde? Dan komen we dus niet in de flow terecht, maar dan komen we in verveling. Of apathie van, ach, laat maar. Of we komen in angst terecht. Hè, de angstige wereld, bij wijze van spreken. Een ander model dat daar wel een beetje bij in de buurt ligt, is die van expectancy value theory. Die bestaat ook uit 2 onderdelen. Hè? Dus inderdaad weer het geloof, ik kan het. Ik kan die berg beklimmen.
Maar ook de waarde van het doel. Ja, leuk en aardig, maar vind ik dat de moeite waard? Wat levert het mij eigenlijk op als ik die berg beklommen heb? En daarentegen, zegt dan Bandura, is ook iemand die motivatie onderzocht heeft, die zegt hier van ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar het gaat vooral om het gevoel van competentie. Of je wel in staat bent voor je gevoel om die taak te volbrengen. Want als ik dat gevoel niet heb, dan ga ik ook niet eens nadenken of ik dat doel wel wil halen. De doelen die wij stellen, komen ook voort uit het gevoel van competentie dat we hebben. Ik kom hier zo, vat het zo nog even kort samen. Nou, dit is een van de bekendste van de laatste jaren, van de laatste decennia, de Self-Determination Theory, in het Engels maar zelfdeterminatietheorie van Wace en Ryan, die eigenlijk drie ingrediënten beschrijft. En dat zijn autonomie, dus dat je ook zeggenschap hebt over je taak, hoe je je taak invult, competentie weer, komt weer terug, en de sociale verbondenheid, die hebben we nu nog niet eerder gehoord. Hè? Dus ook het groepsgevoel en denk ook naar een schouderklopje van de docent. Goed gedaan. Als iemand zegt dat je iets goed gedaan hebt, ben je eerder geneigd gemotiveerd om iets door te gaan dan. Het is ook heel moeilijk bijvoorbeeld om als je heel veel kritiek om je heen krijgt om dan door te zetten. Want dan heb je dus niet het gevoel dat je jouw gevoel deelt met een ander. En als die drie in orde zijn, dan lijkt dat tot intrinsieke motivatie. Oftewel, er zijn geen triggers meer nodig om mij in beweging te krijgen, of de leerling, of wie dan ook. En de consequenties maken niet uit. Ik hoef geen sticker, ik vind het gewoon fantastisch om te doen. Nou, tot slot, dit is het laatste model, want anders, dat bedoel ik al, hè. Dit is nog maar een deel van alle modellen die er zijn. Pamela Brabants en Martens in 2012 dus met, ja, luister, er zijn zoveel motivatiemodellen. Laten we ze eens proberen te vangen in één motivatiemodel opnieuw. En om maar gelijk te laten, wat noemen ze dan? Het Unified Model of Task Specific Motivation. En om je gelijk maar weer aan te geven hoe ingewikkeld dus die discussie eigenlijk is. Is de ingewikkeldheid van het model zelf. Waarmee ik niet het model wil belachelijk wil maken, want ze hebben er ook een prijs voor gekregen en ik denk dat het ook wel goed is dat er op een dergelijke manier is naar gekeken wordt. Je ziet hier bijvoorbeeld autonomie, competentie en relatedness, de sociale verbondenheid van deze Ryan terug. Daarbovenaan de expected value, de expectancy value theory komt erin terug. Maar wat ze er ook nog in hebben gezet vanuit andere motivatiemodellen is bijvoorbeeld de subjectieve norm van onszelf. Kijk, iemand die van dieren houdt, die is veel meer gemotiveerd om uiteindelijk ook iets met dieren te doen dan iemand die niet van dieren houdt. Dat is iets subjectiefs, dat ligt bij de persoon. Het kan per persoon verschillen welke normen die hanteert. En ze hebben het hier ook over external support. Oftewel, dat laat ze eigenlijk samenspelen met het gevoel van competentie. Als wij ondersteund worden, kan dat wel eens het verschil betekenen of ik het denk dat ik het kan of dat ik het niet kan. Nou, kort samengevat, ik heb hier gewoon alles wat per model wordt benoemd als zijnde motivatie-ingrediënten, heb ik gewoon nog eens uitgesplit. En dan zie je eigenlijk dat hier al een hoop discussie in schuilt. Niet elke wetenschapper hanteert ieder ingrediënt. En wat ik daarnet bijvoorbeeld bij de expectancy value theory liet zien, is dat Bandura daar bijvoorbeeld al toch anders over dacht. Die was het daar weer niet mee eens. En het moet ook duidelijk zijn dat er is nog niet één model van motivatie in de hele wetenschap die zegt, zo werkt motivatie. En als we dit nu eens allemaal zo doen, dan komt het allemaal helemaal goed. En die discussie die hoor je vaak ook in het onderwijsveld. Hè? Wat is het nou succes die zorgt voor motivatie? Of is het nou motivatie dat weer zorgt voor succes? En dit is dan, ik heb succes, ik heb een 10, yes. Zo, dat leren, dat werkt echt goed. En ik ga nog meer leren en dan haal ik nog een 10, enzovoorts. Of is het nu inderdaad andersom? Nee, motivatie is de sleutel naar succes. Of is het een spiraal? Hè? Kan ook nog. Het grappige is dat dit onderzocht is in Australië in 2016. Onderzoek
kunt u later teruglezen aan het einde van de presentatie. Daarin onderzocht ze de rekenmotivatie van leerlingen in het primair onderwijs. En dat hadden ze verwacht dat dit eigenlijk de uitkomst zou zijn van het onderzoek. Dus het is een spiraal. Dat hadden ze verwacht, dat was de prognose. Maar uit het onderzoek kwam tot echt dat succes veel meer zorgt voor motivatie dan andersom. En goed, daar kunnen we natuurlijk een uur lang over discussiëren. Met mijn vader bij lijkt me dat even lastig. Maar er zijn meerdere onderzoeken waar ik zo nog even op terugkom, die dat toch steeds weer onderschrijven. Van nee, succes zorgt voor motivatie. En als we dan, dat ik straks hier de zaak vooruit lopen. Dit is misschien voor degenen die al vaker zich verdiept hebben in onderwijsliteratuur, een bekend plaatje. Wat slechte indicaties zijn voor leren. En dan staat er, ik heb dat even rood omcirkeld, omdat dat natuurlijk er nu over gaat. Studenten die gemotiveerd zijn. Ik heb het voorbeeld wel eens gelezen van, ja, ik kan hier groenten neerzetten en daar kan ik allemaal snoepjes neerzetten en tegen die leerlingen zeggen, nou kies maar wat je lekker vindt. Nou, leerlingen kiezen, nou lekker snoepjes. Nou, of het goed voor ze is en of ze er daadwerkelijk ook beter van worden, dat is de vraag. En datzelfde is natuurlijk ook zo met, als ik aan mijn kinderen in de klas vraag, joh, zullen we vandaag tv kijken of zullen we gaan rekenen? Nou, ja, tv kijken. En dat kan ik blijven doen, want ik kan elke dag bij wijze van spreken weer iets anders aanzetten. Ik blijf wel hartstikke gemotiveerd voor bij wijze van spreken. Maar ze leren denk ik een stuk minder dan als ik ze elke dag keurig netjes de lessen geef die ze horen te krijgen. Deze kwam ik tegen op het internet en ik denk, man, die ga ik mee. Want het wordt heel vaak gebracht als een tegenstelling. Intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie. Dus als je nu intrinsiek gemotiveerd bent, dan word je van buitenaf gemotiveerd. En je krijgt soms ook wel eens het gevoel dat dat dan niet goed is. En dat je dan eigenlijk een beetje als leerkracht misschien iets verkeerd doet. Dat als jij die leerling van kom op, ga nou eens aan het werk, dat je dan eigenlijk, dat is extrinsieke motivatie zoals ze dat dan doen. Maar ook daar is toch wel discussie over ook vanuit de wetenschap. Dat deze tegenstelling eigenlijk hartstikke fout is. De Brabant en Martens, die van het motivatiemodel van het, die noemen het zelfs onwerkbaar, conceptueel zwak, intrinsieke motivatie. Ze zeggen niet alleen de Brabant en Martens spreken dat ze uitsluiten daar ondersteunen. Bijvoorbeeld deze wetenschap die zeggen, er zijn altijd wel triggers van buitenaf die een leerling in beweging brengen. Of wie dan ook, in dit geval op de motivatie kun je heel breed trekken. Maar leerlingen kunnen zich weliswaar niet bewust zijn van waarom ze getriggerd worden. Maar dat betekent niet dat ze niet getriggerd worden. En ze kunnen wel degelijk getriggerd worden iets wat ze niet weten. Nou, zelf gaf deze wetenschap zo'n voorbeeld van tennis. Dat leek me wat abstract voor hier. Ik heb het even doorgetrokken naar onszelf. We houden van ons werk. We zijn intrinsiek gemotiveerd om les te doen. Want als zo voel ik dat wel. Yes. Ik ga met plezier naar mijn werk toe. Ik hoop dat jullie allemaal met plezier naar hun werk toe gaan. Maar er zijn toch wel degelijk invloeden die invloed hebben op mijn motivatie. En het salaris is natuurlijk een flauw voorbeeld. Maar het zou ook flauw zijn om te ontkennen hier dat het salaris geen invloed heeft op mijn werkplezier. In die zin. En de doelgroep bijvoorbeeld. Kijk, ik geef les aan groep 6 op het moment. Maar zeg maar niet bijvoorbeeld voor kleuters. En dat is niet absoluut niet denigrerend bedoeling. Ik bewonder die mensen hoe ze dat toch heel geduldig doen. Tegelijkertijd, onze kleuterlerares, die wil ook niet voor groep 6 staan. Dus de doelgroep maakt wel degelijk, heeft wel degelijk invloed op ons werkplezier. Collega's hebben wel degelijk invloed op je werkplezier. En toen sprak ik laatst een lerares, daar zal ik dit mee door te zeggen. En zei, ja maar luister, als ik salaris niet heb en ik mag geen les geven aan mijn doelgroep en op die school en ik mag mijn collega's, die zijn niet gezellig, dan vind ik lesgeven zelf nog steeds hartstikke leuk. En toen in die discussie dacht ik, ja maar wat nu als een
je kan ook in een onderwijsvorm terechtkomen, in een vorm van onderwijs. Je kan bijvoorbeeld ontdekkend leren niet jouw ding zijn op school. En er zijn natuurlijk scholen die zetten daarop in. De onderwijsvorm is ook weer iets wat jou trekt om les te geven. Want als jij vindt ontdekkend leren iets, en alle scholen gaan ontdekkend leren, ja, dan is het onderwijs niet meer iets voor mij. Andersom kan het ook, als alle scholen direct instructie geven en direct instructie past niet bij jou als leerkracht. Ja, dan vraag je je ook af, dan ben je ook niet gemotiveerd om les te geven. Maar ik doe het even zwart-wit, maar zo kunnen we eindeloos doorredeneren en komen we steeds weer terug op, ja, maar heeft dat dan geen invloed? Of heeft dat dan geen invloed? En uiteindelijk is het soms een heel samenspel van omstandigheden. Ik ben zelf een hardloper bijvoorbeeld, intrinsiek gemotiveerd om hard te lopen. Totdat het gaat regenen, dan denk ik, ja, ik sla vandaag een dagje over. Ja, het weer. Nou, je hebt ook leerkrachten, gewoon mensen. Hardlopen en denken van, ja, maar regen, lekker boeiend. Ik ga toch lopen, want ik moet mijn prestatie halen. En dan zeg ik ook, ja, maar je prestaties, die worden ons vaak toegekend. Vierde binnenkom bij een hardloopwedstrijd, het is me nog nooit gelukt. Stel, dan kan ik niet zeggen dat ik gewonnen heb. Een prestatie wordt vaak van buitenaf toegekend. Of hoe goed jij het gedaan hebt. Dat draagt ook weer bij aan die sociale verbondenheid. Van, heb je goed gedaan? Oh yes. Het gaat lekker, ik ga door met hardlopen. Maar je gezondheid, dat is zo leuk. Hè? Want gezondheid zit wel in ons lichaam. Hè? Zo. Wij kunnen dan zeggen dat het intrinsieke motivatie is. En daarbij kan ik ook weer zeggen, ja, wie bepaalt dan of ik gezond ben? Ik kan wel zeggen, ik ben hartstikke gezond. En een dokter die bij wijze van spreken, die legt me op een grote scanner en die komt erachter dat ik helemaal niet zo gezond ben. En dan kan ik wel gaan lopen. Ja, maar ik voel me gezond, dus ik ben gezond. Dus je kunt het eindeloos doorredeneren, ook bij leerlingen, als ze enthousiast aan de taak beginnen. Inderdaad, intrinsieke motivatie. Dat je denkt van, goh, ik heb hem niet gezegd hoe dat hij dat moest doen. Er zit ook geen consequentie aan, van hij zou er een beloning voor krijgen of zo, als hij dat ging doen. Maar ja, als de inhoud dan vervolgens tegenvalt, die leerling gaat dat doen, wat dan ook. Ik heb zo nog een praktisch voorbeeldje. Maar het valt tegen en dan denkt die leerling, ja, nou ja, stom, laat maar. En als hij het doet met zijn klasgenoot en de klasgenoten haken af, heb je kans dat die leerling ook afhaakt. En vervolgens het niveau van de taak. En leerling kan erachter komen, dit is eigenlijk veel te makkelijk. Want dit is eigenlijk veel te moeilijk. Wat ook weer als consequentie kan hebben dat die leerling afhaakt. En een praktisch voorbeeldje, kijk, ik ken genoeg leerlingen dat als ik een PlayStation in de klas neerzet. Aan. En ik leg die controllers neer. En ik ga gewoon dat lokaal uit. En ik ga koffie drinken en dan kom ik een uurtje later terug. Dan zijn er echt al een paar leerlingen aan het gamen. Ja. Totdat een van die leerlingen die enorm van de Call of Duty en schietspellen in die doos kijkt. En denkt, ja, maar die spelletjes die hierin zitten, die vind ik niet leuk. Dus ik doe het niet. Of al die klasgenootjes stoppen ermee. Dan zit hij daar eens eentje en denkt, nou ja, is toch ook niet alles. Of het niveau van het computerspelletje stoken. Dan denkt hij ook van, ja, laat maar. Dan heb je toch wel ook die aspecten als autonomie in relatie met jouw niveau. Of niet, ik kan het. Ja, maar het gaat erom, als je dus zegt dat intrinsieke motivatie voortkomt dat je triggers nodig hebt, zeg maar. Dat er geen triggers nodig zijn. Er zijn altijd wel triggers terug te vinden. Ja, maar die zitten dan ook in die componenten. Dus dat je, als je vanuit jezelf in beweging komt en je zorgt dat die omstandigheden zodanig zijn dat je dat stimuleert met de. Ja, maar dan heb je dus extrinsieke aspecten die intrinsieke motivatie veroorzaken. En dat is precies hetgeen waar de Martens en die andere wetenschappers die het net op reis stonden zeggen van ja, maar dat zou dan toch niet moeten, extrinsieke aspecten die intrinsieke motivatie veroorzaken. Dus het tegenover elkaar zetten van die aspecten, dat is niet juist volgens mij. Overigens is het ook niet zo dat DC en Ryan dat wel doen. Ik wil gelijk even één misverstand helder hebben. Zij zetten intrinsieke motivatie hier niet tegenover extrinsieke motivatie. Ze zetten het tegenover
demotivatie, oftewel helemaal geen motivatie. Wat je doet, ik heb met mijn zoon meegemaakt dat ik nu naar school ga leren. Nou, ik kon op mijn kop gaan staan, ik kon kwaad worden, ik kon van alles doen wat ik wilde, maakte niet uit, positief, negatief. Hij wilde gewoon niet meer op het VWO. Hij is uiteindelijk naar de haven gegaan, is prima. Maar hij werd daar gewoon ongelukkig van, totaal gedemotiveerd. Het lukte niet meer. Nou, daartussenin zitten vier vormen van motivatie, extrinsieke motivatie. Namelijk, gewoon volledig extrinsieke motivatie, external regulation, disalignment. Dan heb je daarna geïntrojecteerde motivatie, oftewel, we doen het. We hebben er geen zin in, maar we doen het omdat we geen gezichtsverlies willen lijden. Denk maar, ja, ik kan me ook nog wel herinneren dat ik op school dacht van ja, ik vind het zo waardeloos om dit te doen, maar ik doe het toch maar, want anders doen al mijn collega's het wel en ik alleen niet. En dan leid ik gezichtsverlies. Weer een stapje gekomen op geïdentificeerde motivatie. Oftewel, ja, ik vind het, we hebben er niet zozeer zin in, maar we zien het belang ervan. Ik ga hardlopen eigenlijk, ik vind mijn gezondheid belangrijk. Ik heb er niet altijd zin in, maar ik zie het belang ervan, dus ik ga het toch doen. Net zoals dan een kind ook wel kan denken, ja, ik heb geen zin om te rekenen, maar een kind kan wel degelijk, ik heb er lang zin van rekenen. En daar de eenhoudse trap, integrated regulation, oftewel geïntegreerde motivatie. En dat wil zeggen, we zijn ons bewust wel van dat er aspecten in ons heen zijn die ons triggeren, maar we zijn het daar eigenlijk mee eens. We zijn het mee eens. En dus we gaan het doen, zeg maar. Maar wat die discussie eigenlijk, dus de vraag die de discussie dus eigenlijk ons laat stellen, is: moeten we niet dan dus daar al de lijn trekken, omdat er altijd al extrinsieke aspecten zijn die ons triggeren? Of mag ook anders, hè? We kunnen er ook bij wijze van spreken één groot vak omheen tekenen. Moeten we dat dan geen intrinsieke motivatie noemen? In plaats van dat we intrinsieke motivatie echt helemaal apart zetten. En dat er nooit een extrinsiek aspect zou zijn dat ons triggert op dat moment. Nou, tot zover even die discussie. We zouden kunnen zo nog even door. Ik weet niet hoe lang de tijd is. Dus even kijken. Control heeft op een soort van over, ja, maar nu, wat kijk, het zou flauw zijn om te zeggen, nou, doe hier jullie voordeel maar en kijk maar. Maar ik kom hier met een persoonlijke schets nog even. En ik benadruk echt het persoonlijke. Het is niet de waarheid. Het is zelfs niet mijn waarheid, maar wel hoe ik er tegenaan kijk vanuit mijn studie toen. Hoe krijgen we leerlingen nu weer eigenlijk gemotiveerd? Of weer gemotiveerd? Misschien valt de hele discussie wel mee. Zijn leerlingen best gemotiveerd, maar wordt dat beeld geframed? Maar hoe krijgen we leerlingen gemotiveerd? Wil ik eerst even teruggaan naar dit plaatje. Als ik langs al die motivatiemodellen ga, en ook langs een heleboel motivatiemodellen, buiten deze motivatiemodellen om, dan zie ik eigenlijk in elk motivatiemodel één aspect steeds terugkeren. En dat is competentie. Het gevoel, het zelfvertrouwen van de leerling, het gevoel dat hij de taak kan volbrengen, het gevoel van ik kan het aan, op welke manier dan ook en waardoor dat er dan veroorzaakt werd. Maar alleen het gevoel van competentie of ook al een mate van aanwezig competentie? Want je hebt natuurlijk altijd leerlingen die niet reflecteren op zichzelf, werkelijk voelen dat ze het kunnen, maar dat het werkelijk uitgeeft. Het gaat wel om het gevoel van competentie. Het gevoel van een bepaald niveau van elke leerling natuurlijk weer anders zijn, zeg maar. En de ene leerling denkt ook, dat doe ik even, een andere leerling kan dat niet aan, dus competentie is nooit voor iedereen hetzelfde. Nee, maar je kunt natuurlijk wel als leerling het gevoel hebben dat je dit aan kan, terwijl dat in werkelijkheid totaal het geval niet is. Dat zijn, heb ik het over de uiterste. Ja, maar dat kan dus inderdaad, wat ik net ook zei over de inhoud, tot gevolg hebben dat je denkt, oh, ik kan maar niet laat maken. Ja. Dus dan ben je ineens niet meer gemotiveerd, ja. Of op een andere manier gemotiveerd, zo te zeggen. Ja, het gevoel competentie, ik zei het net al. Er zijn meerdere onderzoeken bevestigen dat succeservaringen gewoon hard nodig zijn.
Ik zeg niet dat dat nou het enige is, maar er zijn meerdere onderzoeken die dat steeds weer... Dit onderzoek komt dus uit Australië. En er zijn hier ook andere artikelen waar dat gewoon in benadrukt wordt. Geef die leerlingen succeservaringen. Nou, ik ben daar als leraar persoonlijk in mijn praktijk altijd wel mee bezig. Want leerlingen vinden rekenen moeilijk, vinden spelling moeilijk. En ja, ik ben niet zo van, nou ja, je moet beter je best doen, je hebt hier weer een 4 te pakken. Dus, dat kan nooit de bedoeling zijn. En ik denk dat we dat wel allemaal met elkaar die ze eens kunnen zijn. Ja, hoe kom je dan tot die succeservaringen? Nou ja, de mogelijkheden zijn eindeloos. En het zou weer flauw zijn om te zeggen van, joh, leest u thuis vooral veel boeken. Want er zijn enorm veel boeken geschreven over hoe je zo'n leerling kunt motiveren. En er zullen een heleboel boeken staan. Een heleboel van die boeken zullen daar een hele goede punten noemen. En andere boeken misschien wat minder. En dat kan ook weer per school verschillen. En per klas verschillen. En per groep verschillen. En zelfs per leerkracht verschillen van wat werkt en wat niet. Het is een van de belangrijkste slogans van Research Education. Everything works everywhere, but nothing. Alles werkt overal wel ergens, maar niets werkt overal ergens. Maar deze heb ik gewoon even eruit gegrepen. Want ik had het net over het gevoel van competentie, succeservaringen. Dus als we leren in kleine stappen, zoals Rosenstein zegt, het voorkomen van cognitieve overbelasting. En dat is eigenlijk wat het voorbeeld wat mevrouw net voor gaf. Van, ja, maar als die leerling er toch niet aankan, ja, dan wordt hij cognitief overbelast. En dan denken ze dus, ik kan dit niet. Laat maar. Willingham gaat bijvoorbeeld ook in zijn boek in op de kracht van het verhaal. Op de kracht van het verhaal. En niet zo van, ja, verhalen vertellen we hem allemaal toch. Nee, maar hij zet echt helemaal uiteen in zijn boek van, hoe vertel je nou goed verhaal, waaraan moet dat voldoen? En dat kunnen we ook wel weer een beetje in een samenleving met de relatie leraar-leerling. Als zo'n leerling, die man kan goed vertellen, dan wordt die relatie beter van. En dan motiveert die leerling dat weer. En dat kun je weer ook toeschrijven aan de sociale verbondenheid. Deze Ryan dan. En dan hier de laatste. Die vond ik zelf wel geestig, die kwam ik tegen bij Kering. Leerlingen laten ervaren dat hun wereldbeeld niet klopt. Ik heb zelf een concreet voorbeeld uit de praktijk. Ik begin elk jaar de aardrijkskundeles over de gemeente en hoe dat dan bestuurlijk zit. En ingewikkeld onderwerp, dus dat probeer ik altijd zo schitterend mogelijk te brengen. Maar ik begin altijd met de vraag, Jos, wie is eigenlijk de baas van de gemeente Rotterdam? We gaan allemaal die vingers te lichten, allemaal. En elk jaar kan ik weer wachten op één antwoord. De burgemeester! Dan zeg ik, dat is fout. Dan zie je al die kinderen, hè? Fout. En dan de rest van de lijst, elk jaar weer, kan ik ze uit mijn hand voeren, bij wijze van spreken. Want ze willen het allemaal weten. Je hebt ze even laten ervaren dat ze dus iets gaan leren. Ze hebben voldoening op dat moment. Klein voorbeeldje. Wat ik ook zeker denk, is dat we moeten stoppen met deze discussie. Dat extrinsieke motivatie is helemaal niet verkeerd op zijn tijd. Soms moeten we gewone kinderen wel extrinsiek motiveren. Wat kan leiden juist tot intrinsieke motivatie? Een leerling kan afhankelijk denken, ja, ik heb hier helemaal geen zin in, zoek het uit. En dan zeg ik al zeggen, jij gaat dat nu doen. En die leerling gaat dat er toch mee doen en die ervaart van, goh, hey, eigenlijk is dat leuk. He? Denk maar aan onze kinderen, wij zo spreken van, nee, ik wil niet, ik wil dat niet eten. Joh, proef het nou gewoon niet, maar ik lust op nu. Heb je het al zo? Nee, ik heb het niet. Ja, proef het nou eens. Oké, nou, eigenlijk best wel lekker. Dan gaan ze het toch opeten. We moeten in de discussie die twee niet tegenover elkaar zitten, alsof ze elkaars tegenpolen zijn. Mijn inziens zijn ze dat niet. Wat ik niet wil beweren dus, is dat onderwijs altijd maar een feestje moet zijn. Zo leuk en zo gemotiveerd mogelijk en allemaal fantastisch moet zijn. Want dat is het niet altijd. En misschien is dat ook wel goed, want ik heb jullie van Greg Ashman. Misschien kennen jullie, zijn dus een bekende blogger uit Australië. Heb ik een citaat genomen van, het stopt leerlingen als ze soms iets moeten doen, hè, om, wat ze niet leuk vinden ook. Weerhoudt het ze ervan om zelfzuchtige narcisten te worden, dat is misschien een beetje overdreven, maar we zijn in de eerste plaats niet om te entertainen, we zijn er in de eerste plaats om leerlingen iets te leren, waarmee ik natuurlijk wel vind dat dat natuurlijk op een zo fijne, leuke mogelijke manier moet, maar soms moet het gewoon. En nogmaals, wil jullie, want ik ben hier mee aan het
eindig, kan de leerling nog meer lezen. De volgende 4 pagina's zijn volgend. Waar je dat allemaal terug kunt vinden en waar we de discussie daarmee verder kunnen voeren. Want nogmaals, dit is eerder een discussie dan een wetenschappelijk onderschreven fenomeen. Ik dank in ieder geval tot zover voor jullie aandacht. Nog een vraag. Beloningen te plaatsen. En ik ben het wel benieuwd hoe je daar zelf naar kijkt. Het nut en het nut van de beloning. Nou, kijk, ik vind beloning op zichzelf verkeerd. Zeker aanvankelijk niet. Persoonlijk ben ik van mening dat het niet zo moet zijn dat het altijd maar een beloning moet hebben. Ook geen straf overigens. En ik denk dat beide ook niet los van elkaar kunnen, belonen en straffen, dat daar een bepaalde balans in moet zitten. Altijd belonen is niet goed, altijd straffen ook niet. Maar überhaupt allebei vind ik niet dat die er altijd moeten zijn. Maar kun je belonen zien als een vorm van extra motiveren? Externe motivatie, extrinsieke motivatie, zo wordt het wel beschreven. Want als, ik noem maar wat, ik geef die leerling dus een sticker. Ja, dus dat geeft jongens, iemand die heel netjes werkt, die krijgt een sticker. Nou, als ik dat niet had gezegd, hadden ze niet netjes gewerkt. Ik noem maar wat. Maar ze gaan nu wel netjes werken. Omdat ik tegen ze zeg, van buitenaf, dat ze dat moeten doen. En die sticker is hun beloning op dat moment. En erkenning. Of juist inderdaad, tegelijkertijd kan het een straf zijn, bijvoorbeeld hier, omdat die leerling de sticker niet heeft gehad. En dan kan het ook tegen je gaan werken. Maar jij stipt het al wel aan dat de relatie met de leerling al heel belangrijk is. Dus dat een compliment of een duim, dat is al beloning. Maar nogmaals, het is continu, dat wil ik nogmaals benadrukken, spelen met de ingrediënten. Het is niet van, nou, hetzelfde recept werkt altijd. Soms werkt een sticker en de volgende dag werkt dat niet. En soms moet ik het zelf ook eens proberen kijken of het lukt als ik nou die sticker weglaat. En het is continu balanceren op dit werkt niet. Ontkomen niet ook aan experimenteren. Wat niet verkeerd is als dat maar bewust gebeurt. Dus als iets werkt, ja, dat mogen we best vaker doen. En als iets niet werkt, nou, dat doen we niet. Ik heb nog nooit bijvoorbeeld ook een beloningssysteem of van een beloningssysteem gehoord in scholen. Want dat zie je wel eens, dat leerlingen zich niet gedragen krijgen een beloningssysteem. Maar die altijd blijft werken. Het werkt er boos en daarna zakt het weg. Bedenkt man, anders werkt de post, zakt weer weg. En dat is wat ik zeg. Het is het continue zoeken naar hoe ga ik dit zo doen dat de leerlingen het willen opeten of erover na willen denken. Ik heb nog één vraag over die competentie. Want u zegt dat eigenlijk het belangrijkste is. Dat ze, of in ieder geval één van de belangrijkste dingen. Maar ik vraag me af, moet je dan op een of andere manier zorgen dat ze meer dat gevoel hebben? Eigenlijk wat daarvoor moet ook alweer. Ja, in feite wel. Of moet je het eigenlijk een soort van een beetje makkelijker maken dat ze het voor mensen kan. Die misschien niet kunnen. Maar dat is dan het. Dat is dan het ingrediënt waarmee u probeert om die leerlingen gemotiveerd te krijgen. Kijk, ik heb ook leerlingen gezien met rekenen bijvoorbeeld. Ja, die worden duidelijk cognitief overbelast, zijn rekenen zwak. Je probeert ze op elke mogelijke manier te helpen en werkvermindering, of het omlaag brengen van het niveau, dat kan een optie zijn. Tegelijkertijd kan een leerling, en dat verschilt dus ook, de ene leerling kan denken ja. Fijn, nu kan ik het. En de ander denkt, ja, maar de rest mag veel hoger werken dan ik, dus ik ben dom. En dat is dus het ingrediënt waarmee u probeert die leerling gemotiveerd te krijgen. Is al onderzocht, hè, dat zeg maar de hoge verwachtingen, en relatief, hè, niet dat, ja. dat gewoon dat kinderen, dat heeft effect op kinderen. Dus de hoge verwachtingen die je communiceert aan de kinderen. En daarna moet je natuurlijk ook wel er wat mee doen. Maar ik ben absoluut ook van hoge verwachtingen, hè, daar ben ik mee in, maar tegelijkertijd inderdaad. Je kan niet van een kind dat rekenen zwak is hetzelfde verwachten als van een kind dat ik wil makkelijk rekenen. Ja, nee, precies. Absoluut niet. Dat is altijd een vak over verschillen. Nee, dat is ook bij lezen leg je de verwachtingen hoog. Bij spelling moet je afvragen of een te hoog niveau op frustratieniveau werken. Niet cognitief werkt. Als ik één ding daar nog wel even mag zeggen, cognitieve overbelasting is denk ik wel een van de grootste vijanden van de leraar. Dus dat de leerlingen denken van, ja, dit is allemaal te veel, ik kan dit niet. Dus dat leren in kleine stappen. Scaffolding. Scaffolding, ik zal even uitleggen, dus
We bouwen een huis en daaromheen staan een stijger. Die stijgers kunnen aan het begin niet weghalen, want dan valt het huis in elkaar. Maar naarmate de tijd vordert, halen die stijger wel steeds meer weg en blijft het huis uiteindelijk staan. Zo is het met leerlingen in feite ook. Scaffolding is daar weer ook zo'n belangrijk ingrediënt van. Ja. Ik wil even zeggen, dit is een beetje een reclame blokje hoor, maar bij al die bronnen die daar, op die slide had staan, hè. Die laatste slide met al die bronnen. Oh ja. Ja. De meeste van de bronnen die jij noemt, die zijn wel op een of andere manier vertaald, geïnterviewd, et cetera. In die ja hoor. Dus daar heb je wat laagdrempelige instap voor. Veel van ja, op YouTube staat ook veel, maar ik verwijs het liefst zelf altijd zoveel mogelijk naar de originele. Ja. Maar bij bijvoorbeeld Willingham kan het niet, want ik kan dat boek, dus moet je voor betalen. Ja. Probeer het zo laagdrempelig mogelijk ook in dat opzicht weten. Oké. Okay. Nou, ik dank jullie. Oh, sorry. Ik dacht misschien nog een leuke metafoor over eten. Kinderen zijn van nature neofoob, dus die willen niet nieuwe dingen eten. Dat stemt ook met hele jonge kinderen ook. Als je ze 4 of 5 keer hetzelfde achter elkaar hebt gegeven. Net zoals dat nieuwe eten leren, zo wordt er ook over leren gezegd, want leren bijvoorbeeld ook niet natuurlijk. En kinderen moeten in het begin zo al naar school toe zijn. Ja, dat was ook een discussie. Ja. Ja. Ik kan gelijk, ik zou het niet doen, maar ik ben zo goed.